welkom iedereen. Goedemorgen. Geachte Europarlementariërs, geachte voorzitters en kandidaat EU-lijsttrekkers, afgevaardigden van politieke partijen, verantwoordelijken van verschillende jongeren- en vrouwenorganisaties. Goedemorgen allemaal. Namens IDARA, ik heb al in de wandelgangen gehoord van mensen die mij gevraagd hebben van waarvoor staat IDARA. IDARA is eigenlijk een denktank die we 10, 12 jaar geleden hebben opgericht. Staat voor European Development and Research Academy. Christendemocraten zijn wij mee grondleggers van dit Europa en wij vinden dat Europa ook verder versterkt moet worden. Alleen een sterk Europa kan de globale problemen aan en eerst en vooral zijn dat problemen van vrede en veiligheid, want dit Europa wordt ook bedreigd, maar ook problemen van economische orde. We moeten een Europa krijgen en Europa realiseren dat veel meer nog op eigen benen kan staan, dat partnerschappen aangaat met regio's, continent vlakbij. Ik denk dan vooral aan Afrika, waar een enorme samenwerking mee mogelijk is om onze afhankelijkheid van China, zoals die op dit moment bestaat, veel minder scherp te maken. Te zorgen dat we veel meer op eigen benen kunnen staan. Een moedig Europa, daar pleiten wij voor. Een Europa dat uiteindelijk een welvarend en vredig Europa kan zijn voor alle Europeanen. Dat is waar CD&V voor staat. Ik denk wat we vandaag in Europa moeten doen is verder gaan met de Green Deal. Dat is ontzettend belangrijk voor onze toekomst. We moeten een dam hebben tegen klimaatverandering, maar we moeten natuurlijk ook onze competitiviteit beschermen en ervoor zorgen dat we duurzame jobs creëren. Tegelijkertijd vind ik ook dat die Green Deal echt een sociaal hart moet krijgen. We moeten ervoor zorgen dat de mensen die het vandaag moeilijk hebben, dat die mee kunnen in de klimaattransitie. Bijvoorbeeld door hen te ondersteunen in energierenovaties, in zonnepanelen, etc. Ik denk ook dat we veel meer sociale bescherming nog nodig hebben op Europees vlak. Denk maar aan leeflonen boven de armoedegrens in elke lidstaat. En tot slot, wat heel belangrijk is, mensenrechten blijven ons kompas. Of het nu gaat over het oorlogsgeweld in Gaza, of het nu gaat over de foute deals in het migratiebeleid met dictators die met de mensenrechten een loopje nemen, dat zal met ons nooit gebeuren. Dat is niet ons Europa. Ja, een eerste ding dat voor ons moet gebeuren, dat is komaf maken met die besparingspolitiek. Heel weinig mensen weten dat, maar er is een besparingspolitiek gestemd in het Europees Parlement. Dat leidt tot 100 miljard besparingen voor heel Europa in de komende jaren. Voor België 27 miljard besparingen. Dat gaat een aanslag zijn op onze sociale investeringen, zoals onderwijs, zoals zorg, maar ook op onze ecologische investeringen. En het eerste wat voor ons belangrijk is, is dat er daarmee gebroken wordt.
En het tweede wat voor ons belangrijk is, is dat er echt een komaf gemaakt wordt met twee maten, twee gewichten politiek in het buitenlandse politiek van Europa. Als we zien de snelheid waarmee dat er sancties en maatregelen tegen Rusland genomen zijn na de illegale invasie in Oekraïne, dan denk ik dat het nu ook tijd is om rond Gaza actie te ondernemen en de genocide die Israël daar aan het uitvoeren is te stoppen. Het Vlaams Belang staat voor een ander Europa dan dat wat we tot nu toe gezien hebben. Deze Europese Unie is volledig ontspoord. En ik heb het niet alleen over de begroting van de Europese Unie, die zodanig ontspoord is dat zelf het Europese Rekenhof, zich er vragen bij stelt. Nee, ik heb het vooral over de klimaatdeal, de Green Deal, die eigenlijk met de vernietiging van onze landbouw en onze industrie het kloppend hart van onze welvaart vernietigt. En welke sociale bescherming kun je nog bieden aan je mensen als je geen welvaart meer hebt? Het andere grote probleem van de Europese Unie is het migratiepact. Het migratiepact zal leiden tot een overspoeling van het Europese continent met migranten uit de hele wereld. Wij willen een Europa der natiestaten die samenwerken. En we willen nu op korte termijn die Green Deal en het migratiepact heronderhandelen of afschaffen. Hallo, ik ben Harmony van team Fouad Aydar. De twee belangrijkste punten voor onze partij om Europa de volgende 10, 15 jaar vooruit te helpen, gaat vooral het versterken van de handelsakkoorden zijn. Dus lobbying zonder tussenkomst van derden. Dat is heel belangrijk. Als ook het ondersteunen van burgers, dus van de Europese burgers, bij zowel het nu gaat om werk, over sociale lasten, als over arbeidsvoorwaarden. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat we inzetten op burgers en dat we niet te veel overzicht houden van hoe kunnen wij andere bedrijven aantrekken of hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we op een hoog plateau. Ik denk dat we niet moeten vergeten dat onze burgers de personen zijn die van Europa Europa maken. Wel, ik kan voor een stuk aansluiten bij wat Sarah net zei. Ik verwonder mij altijd een beetje over hoe ik sommige mensen geweldige negatieve verhalen over de Europese Unie hoor vertellen. Ik heb Angela Merkel ooit zelfs voor een speech beginnen met te zeggen dat de Europese Unie een groot probleem heeft, omdat wij met 8% van de wereldbevolking bijna een kwart van de welvaart en de helft van alle sociale uitgaven in de wereld doen. Ik vind dat niet iets om bang van te worden, ik vind dat een gigantische prestatie. En dat bewijst dat we in Europa iets kunnen en iets gerealiseerd hebben dat op de rest van de wereld tot nader order, tot nu toe, niet gelukt is. Wil dat zeggen dat we op ons gemak kunnen verder doen zoals we vandaag bezig zijn? Nee, want de wereld waarin we dat gerealiseerd hebben is ook veranderd vandaag. We hebben dat gerealiseerd in een inderdaad heel open, globaliserende, vrij vreedzame wereld. Daar waar we vandaag vaststellen dat we teruggaan naar een situatie met meerdere blokken die uitgesproken met elkaar rivaliseren. De Verenigde Staten aan de ene kant, China aan de andere kant. Waar Europa een keuze zal moeten maken in wat het wil zijn.